Goedemorgen allemaal. We besluiten de schooltelevisieuitzending van vandaag met een nieuwe vijfdelige serie over huisdieren. In ieder programma laten we een huisdier zien en vertellen we jullie hoe je het moet verzorgen. En deze eerste aflevering gaat over katten. Een pokietje of een kleine muis, een hond, een kat of een konijn. Het is een leuke vriend in huis, want je hebt het namelijk samen altijd fijn. Ik heb iemand waar ik op moet passen, dat is Milotje, onze poes. Zij kan zichzelf al wassen, maar niet onder de douche. Wel weten dat ik alles voor haar doe. Ik geef haar altijd eten en Milotje speelt met mij graag kiekeboe. Een hele dikke of een dunne kat, of misschien nog heel erg klein. Het maakt niet uit, want weet je wat? Je hebt het namelijk samen. Want je hebt het namelijk samen, want je hebt het namelijk samen, altijd fijn, altijd fijn, altijd fijn, altijd fijn. Katten zijn hele leuke dieren. Veel katten vinden het fijn om bij mensen in de buurt te zijn. Ze houden van mensen. Ze vinden het heerlijk om geaaid te worden. Katten zijn lekker warm en hun velletje is heel zacht. Het is dan ook een fijn gevoel om ze te aaien. Maar je moet het wel heel voorzichtig doen. Sommige katten vinden het heel fijn als je een beetje achter hun oortje kriebelt. De meeste katten vinden het vervelend om opgetild te worden. Als ze bij iemand op schoot willen liggen, dan springen ze er zelf wel op. Katten doen altijd waar ze zelf zin in hebben. Kijk maar. Zo, dat is weer gelukt. Katten spelen heel graag. Ze vinden het prachtig om te proberen een touwtje te pakken. Een bolletje wol is leuk speelgoed voor katten. Ze proberen van alles te pakken. Eigenlijk zijn ze aan het oefenen voor later, want als ze groter zijn, gaan ze muizen en vogeltjes vangen. Als je kat van spelen houdt, betekent dat ook dat hij zich gezond en lekker voelt. Als je lief voor katten bent, zijn ze dat ook voor jou. Een kat is een gezellige vriend. Een vriend voor kinderen en mensen. Ze luisteren altijd naar je. Je kunt alles aan ze vertellen. Of je nu heel klein bent, of al groot, katten en mensen houden van elkaar. Katten wennen ook heel makkelijk aan andere dieren. Katten kunnen niet praten, maar als je goed naar katten kijkt, weet je toch hoe ze zich voelen. Deze kat is nieuwsgierig, maar heel voorzichtig. Als een kat er zo uitziet, is hij heel erg bang. Hij maakt zich zo groot en zo dik mogelijk en de oortjes liggen plat op zijn kop. Pas op, ik word boos. Dat vertelt de kat door te gaan blazen. De andere kat weet nu: als ik doorga, zou ik wel eens een flinke tik kunnen krijgen. Ook aan de staart van de kat kun je zien dat hij boos wordt. Die zwiept dan heen en weer. Dit is mijn tuin en hier moet jij uit de buurt blijven, vertelt deze kat aan de hond. Ze is wel bang voor de hond, maar toch wil ze haar eigen plekje bewaken. Gelukkig, dat lukt. Deze katten hebben ruzie.
Ze kijken elkaar zo lang mogelijk aan. Wat gaat er nu gebeuren? Ja hoor, vechten. De kat die nu gaat winnen is voortaan de baas. De andere kat zal dat nooit meer vergeten. Als een kat voor je wegloopt, ga hem dan niet achterna. Daar wordt hij nog banger van. Deze kat voelt zich heel erg lekker. Dat kun je zien aan zijn nageltjes die hij in en uittrekt. Je kunt het ook zien aan zijn ogen. Die zijn bijna dicht en hij spint. Dus eigenlijk zegt hij, ik heb het hartstikke leuk en gezellig. Ik geniet. Dit ken je vast wel. Poes drukt haar kopje tegen je aan. Blij dat je er bent. Ik vind je aardig, betekent dat. Zo zie je, al kunnen ze niet praten, katten kunnen toch heel precies vertellen wat ze bedoelen. Katten zijn huisdieren. Huisdieren zijn dieren die bij mensen in en rond het huis leven en ook door mensen verzorgd worden. Onze huiskatten zijn familie van de tijger. Ze lijken daar ook op. Kijk maar. Een kattenoog. En een tijgeroog. De tijger is geen huisdier. Zie je het voor je? Lekker bij je op schoot? Dat gaat natuurlijk niet. Een tijger is eigenlijk een ontzettende grote kat. Net als een leeuw. Je kunt ook wel zien dat ze familie zijn. Ze eten vlees en hun oren, ogen, neus en snorharen zijn hetzelfde als bij onze huiskat. Met die snorharen kunnen ze precies voelen of ze ergens wel of niet tussendoor kunnen. Leeuwen zijn schone dieren. Ze wassen zichzelf veel en vaak. Katten doen dat ook. Uren zijn ze aan het poetsen. Deze tijgers geven elkaar kopjes. Weet je nog wat dat betekent? Juist, dat ze elkaar aardig vinden. Net als bij onze huiskatten. Ze hebben ook net zulke tanden en klauwen als leeuwen en tijgers. Ze zorgen ervoor dat hun nagels goed scherp blijven. Dat kunnen ze aan een krabpaal doen. Ze moeten van alles met hun nagels doen. Klimmen bijvoorbeeld. Dat is best moeilijk als je nog klein bent. Zo kom je nog eens ergens. Eens even kijken wat ze daarboven allemaal aan het doen zijn. En ook daar heb je nagels voor nodig. Katten zijn echte klimmers. Als je kat nooit buiten komt, kun je een klimpaal in huis neerzetten. Hier zie je dat ze hun nagels hard nodig hebben. Een poes met kleintjes is natuurlijk prachtig. De kleintjes zijn al een paar weken oud. Ze zijn dan ook al erg druk en speels. Als ze geboren worden, kunnen ze nog niet zien en horen. Slapen en drinken, dat is alles wat ze doen. Katten zijn zoogdieren. Dat zijn dieren die als ze klein zijn, melk bij hun moeder drinken. Moederpoezen zorgen goed voor hun kleintjes. Jonge katjes heten kittens. De moederpoes likt haar kittens heel vaak. Niet omdat ze vies zijn, maar om ze een eigen luchtje te geven. Katten kunnen veel beter ruiken dan mensen en daardoor kunnen ze ruiken dat een mens een kitten aangeraakt heeft. Er zit nu een ander luchtje aan haar kleintje. Door de kitten te likken krijgt hij weer haar eigen vertrouwde luchtje. Als ze allemaal hetzelfde luchtje hebben, weten de kittens dat ze bij elkaar horen. Dat ze familie zijn. Dat geeft een veilig gevoel.
dieren, maar ook mensen, weten sommige dingen al meteen als ze geboren zijn. Anders zouden ze niet in leven kunnen blijven. Ze weten direct waar de tepel van de moeder zit en hoe ze moeten drinken. Als ze 9 dagen oud zijn, gaan hun oogjes open. Ze worden snel groter en steeds brutaler. Altijd is er één de baas. Die durft ook het meest. Na ongeveer 7 weken kunnen de katjes naar een ander huis. Het lijkt zielig de katjes bij hun moeder weg te halen, maar dat is het niet. De kittens zijn zo speels en druk dat het veel te veel voor de moeder wordt. Ze wordt ook vaker boos op haar kleintjes die van geen ophouden weten. Het lijkt wel of kleine poesjes nooit uitgespeeld raken. Ze vinden alles prachtig, vooral dingen die kunnen bewegen. Hun kleine pootjes willen alles pakken wat beweegt. Water beweegt ook, maar katten houden helemaal niet van water. Toch kan hij het niet laten even te proberen. Hebba, een natte poot. Deze kittens zijn voor het eerst buiten. Dat is een spannend avontuur. Daar kom je de vreemdste dingen tegen. Wat ruikt dat gek? En dat beweegt ook nog. Het is allemaal een beetje eng in het begin. Maar moederpoes blijft in de buurt. En als zij vindt dat de kittens te ver weggaan, brengt ze ze weer veilig naar binnen. Elke moederpoes weet hoe ze haar kitten in de nek moet oppakken zonder hem pijn te doen. De poesjes maken zich slap en rond, zodat ze zich niet kunnen bezeren. Spelen met elkaar is toch ook weer een beetje oefenen voor later, want dan moet je je eigen tuin bijvoorbeeld kunnen bewaken. Tijdens het spelen kun je stiekem even laten merken hoe sterk je bent. Katten houden is leuk, maar ze moeten ook goed verzorgd worden. Als je je kat wil leren op een kattenbak te plassen, dan moet je hem na het plassen even goed aaien. Zo weet de kat dat ze iets goeds gedaan heeft. Mannetjeskatten zijn vaker buiten dan vrouwtjeskatten. Het gebeurt wel eens dat ze zelfs 's nachts buiten blijven. Je hoeft dan niet meteen ongerust te worden. De mannetjes houden ervan om op onderzoek uit te gaan. Ze komen vanzelf terug naar huis. Een mannetjeskat heet een kater. Een rode kat is bijna altijd een kater. Kijk eens naar de kleuren. Wit, zwart en rood. Een kat met 3 kleuren heet een lapjeskat. Dat is altijd een vrouwtje. En een vrouwtjeskat noemen we een poes. Een kat plast vaak op dezelfde plaats. Die plaats gaat dan natuurlijk ook naar hun plas ruiken. Daarmee vertellen ze aan andere katten: hier woon ik en hier ben ik de baas. Doordat katten graag op dezelfde plaats plassen, leren ze snel en makkelijk om de kattenbak te gebruiken. En altijd begraven ze hun eigen plas of poep in de kattenbak en ook buiten. Kittens zijn er kleinere kattenbakken.
zijn schone dieren. Op een kattenbak die vies ruikt gaan ze niet zitten. En daar hebben ze eigenlijk groot gelijk in. Daarom moet een kattenbak vaak schoongemaakt worden. Het is ook belangrijk dat er genoeg kattengrit in de bak zit, zodat ze hun plas en poep goed kunnen begraven. Misschien ga jij één keer per dag onder de douche. Een kat wast zich veel vaker. Met hun ruwe tongetje likken ze zichzelf schoon. Een kat hoef je dan ook nooit te wassen. Katten hebben een hekel aan water, weet je nog? Door dat vele wassen slikken katten heel veel haren in. Dat is slecht voor hun maag. Je ziet katten wel eens gras eten. En dat eten ze dan omdat ze daar misselijk van worden. Dat klinkt een beetje raar, maar het is juist heel slim. Let maar eens op. Na een tijdje moet de kat overgeven. Als je moet overgeven, komt alles wat in je maag zit naar buiten. En zo komen alle haren die zo slecht zijn voor hun maag ook mee naar buiten. Sommige katten hebben lange haren. Die haren moeten vaak gekamd worden, anders zouden er allemaal knopen en klitten in komen. Zijn eigen haar kammen kan een kat natuurlijk niet. Dat zul jij dus voor hem moeten doen. En heel voorzichtig natuurlijk. Voer voor katten is erg belangrijk. In de winkels kun je voer voor katten kopen. Daar zit alles in wat ze nodig hebben om gezond te blijven. Gezond eten is belangrijk voor jou en ook voor je dier. Maar eten wat voor jou gezond is, is voor katten juist helemaal niet goed. Daarom moet je hem ook nooit restjes van je eigen eten geven. In de dierenwinkel kunnen ze precies vertellen wat goed voer voor je kat is. Niet alle katten hebben dezelfde smaak. De een houdt van vis en de ander van vlees. Er zijn dan ook allerlei verschillende soorten kattenvoer. Zo, eet smakelijk allemaal. Natuurlijk, na het eten is er weer tijd voor de wasbeurt. Als je kat ziek is, moet hij naar de dierenarts. De dierenarts kan de kat dan helemaal onderzoeken en kijken hoe hij hem weer beter kan maken. Ook als je kat niet ziek is, moet hij soms naar de dierenarts. Hij krijgt dan een spuitje tegen kattenziekte. Even luisteren. Katten lusten graag muizen. Vroeger namen veel mensen een kat om de muizen uit hun huis weg te jagen. Nu hebben de meeste mensen katten voor de gezelligheid. Maar je hebt ook kattenkoppen die vaak kattig doen. En je hebt ook kattenkwaad. Op een tentoonstelling zie je allemaal verschillende katten. Bijvoorbeeld katten met lange haren.
zelfs katten zonder haren. Ze zien er allemaal anders uit. Kijk maar. En er zijn zelfs katten die kunnen knipogen. Deze kat kan knipogen. Katten kunnen niet praten, maar misschien kun jij de kattentaal nu een beetje begrijpen. Katten, zo hoort het er helemaal bij.